Jullie kijken weer naar een nieuwe podcast en nieuwe videoopname van Societeit Vastgoed. Heel erg waardevol om jullie vandaag mee te nemen op een ander soort vastgoed, een assetklasse die niet zo vaak belicht wordt. Dus ik ben daar heel trots op om daar vandaag met twee experts over in gesprek te gaan. Mijn naam is Claudia van Haafden, ik ben founder van Societeit Vastgoed. En bij mij aan tafel vandaag zitten op diverse locaties, internationaal. Mag ik beginnen met jou, Bastiaan? Ja, dankjewel Claudia. Ja, ik ben Bastiaan Taaslaar, eigenaar van Upland Parks. Inderdaad met ons kantoor in Duitsland. Waarvanuit we inderdaad sinds een goede 15 jaar recreatie vastgoed ontwikkelen in Duitsland, Oostenrijk en Portugal. Fantastisch, dankjewel. En de andere gast aan tafel bij ons is... Hans van Haafden, ja. De directe link met Bastiaan is in ieder geval dat de ontwikkelingen die hij doet, met name in Duitsland, dat ik die voor hem mocht begeleiden en nog steeds aan het begeleiden ben, want we zijn er nog niet klaar mee. Van daaruit voor heel veel andere opdrachtgevers ook eigenlijk hetzelfde doen. Mensen die in, met name vaak in Duitsland, een park willen bouwen of een camping willen verbouwen of wat dan ook. Ja, en dan hoe? Wat moet er allemaal gebeuren? En ik begeleid eigenlijk als projectmanager, projectregisseur, projectdirecteur. Ik heb al verschillende namen gehad. Ik begeleid hem eigenlijk van A tot Z. Dus vanaf het moment dat men plannen heeft, hoe wilt ook, tot aan het eind en de plannen gerealiseerd zijn en het park gereed opgeleverd wordt. Nou, dat is een hele brede invulling. Ja, we zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar deze assetklasse, die eigenlijk sinds natuurlijk voor de beleggersmarkt het lastiger werd om te investeren in residentieel vastgoed, is er toch wel een hernieuwde interesse gekomen in recreatievastgoed. Maar voor jullie als de kenners was dat altijd al een waardevolle assetklasse. Kun je daar iets meer over vertellen, Bastiaan? Hoe is dit bij jou begonnen en waarom is dit voor jou zo'n assetklasse dat je daar helemaal in verdiept hebt en daar ook echt jouw business van gemaakt hebt? Ja, nee, dat kan ik zeker. Het is ontstaan, en op zich is het grappig wat je vertelt, want het is eigenlijk ontstaan van echt het pure eigen gebruik. Hè, wat onze potentiële kopers wilden bij hun recreatievastgoed. Was dat zeg maar in 2007 toen we begonnen, was dat nog echt het eigen gebruik stond bovenop. En dat is eigenlijk op een gegeven moment is dat ontwikkeld, veranderd. In dat mensen zijn, het is hartstikke leuk als ik er zelf naartoe kan. Maar ik wil dan bijvoorbeeld ook nog wel 10 weken verhuur om de kosten goed te kunnen maken. Tot inderdaad mensen die er zelf nooit gebruik van maken, maar het puur als een belegging zien. En dat is eigenlijk zo in de markt is dat mee ontwikkeld. Waarbij we natuurlijk de laatste jaren door de lage rente en de corona, de vakantie ook dichter bij huis weer een gigantische toename hebben gezien. Waarbij die nu eigenlijk in alle beleggingsvastgoed overheen een beetje genormaliseerd is. Normale proporties. Oké. En wat merk jij daarvan, Hans? Heb jij dat zien veranderen in de coronatijd? Het fraaie is eigenlijk in de coronatijd dat wij vrij goed door konden. We zitten in een andere werelddeel natuurlijk, zou je bijna zeggen. Maar het kwam er wel op neer van, je had je prikjes nodig, maar daardoor was het nog wel mogelijk. En je bent buiten aan het werk. Dus dat ging wel goed. Tijdens de coronaperiode merkte je wel een toename van de vragen. Mensen zochten naar andere mogelijkheden. En ja, dat was er onder andere één van. Voor mij was het in ieder geval, we kregen wel veel vragen. Aan de andere kant zijn er toch ook een heleboel die financieel niet rondgerekend kregen. En dus weer afvielen. Ja, oké. Nou ja, goed, het is dus wat dat betreft een markt die ook zeker in beweging is. Maar ik ben daar, eigenlijk ter voorbereiding op dit gesprek, ben ik daar eigenlijk naar op zoek gegaan. En er wordt ook heel weinig over gepubliceerd. Er wordt nauwelijks over gepubliceerd door vastgoedbladen of pers. Er wordt weinig over gepubliceerd in het FD of in het NRC. Eigenlijk alleen maar als er iets gebeurt waar ze dan vraagtekens bij zetten. Maar het is best een onderbelicht deel van de vastgoedsector. Terwijl dat voor jullie toch een dagelijkse basis is waar jullie werkzaam in zijn. Hoe denk je dat dat komt?
Dat is denk ik deels ook doordat het pas echt de laatste jaren ontdekt is als een interessante belegging. Hè, daarvoor, wat ik al zei, was het toch veel al eigen gebruik. En op een gegeven moment heeft men natuurlijk ook ingezien, ook door corona, maar ook daarvoor al wel, dat de behoefte naar een stukje, in plaats van een hotelkamer, maar zeker als je met familie op vakantie gaat, dat een eigen vakantiehuis om te boeken ook aardig was. Je had natuurlijk al de grotere partijen als Landel, Roompot, die daar natuurlijk al een aantal jaren flink op inspeelden. En dat werd dan ook wel verkocht aan recreatief beleggers. Maar ja, wat Hans net al even zei, dat ook steeds meer campings worden omgebouwd. Dat is natuurlijk van de laatste jaren, zeg maar. Oké, ja. En verwachten jullie dat die trek daarin zal blijven? Of dat nog verder zal uitbreiden? Ja, ik denk dat gezien de hoeveelheid recreatiewoningen die in Nederland al zijn gebouwd en ook ontwikkeld zijn, dat in Nederland de groei, de echte groei van nieuwe parken, dat wel wat zal afnemen ten opzichte van de afgelopen jaren. De herontwikkeling zal daarvoor in het terugkomen. Dus de verouderde parken die weer gemoderniseerd worden, deels ook worden afgebroken, weer opnieuw worden opgebouwd. Als je verder in Europa kijkt, is het zeg maar nog een verder onbelichte markt ten opzichte van Nederland. Dus zien wij daar zeker nog groeipotentie. Oké, nou dat is natuurlijk heel interessant. Ja, zeker ook omdat jij in diverse delen van Europa het ontwikkelen bent. Hoe kom je tot zo'n beslissing om zo'n locatie te kiezen? Is dat omdat dat je merkt dat daar veel vraag is? Omdat de grondprijzen aantrekkelijk zijn? Omdat de gemeentes daar toegankelijk zijn. Hoe kom je tot dergelijke keuzes? Het is een combinatie, maar het begint eigenlijk altijd ook met het normale. Hè, zoals je dat met het normale vastgoed hebt, het begint met de locatie. Iets kan nog best een goede prijs hebben voor je gevoel, maar als de locatie niet goed is, dan houdt het toch al vrij snel goed, houdt het vrij snel op. Zeker ook bij recreatievastgoed, waar mensen toch vaak ook met een bepaalde emotie investeren. Hè, want ja, ondanks dat het voor de meeste mensen wel echt een belegging is, en dus toch nog wel het idee van, ik ga er misschien wel 2 weekenden per jaar naartoe. Of een week er naartoe. Want ja, ik heb het en dat kost me wellicht een klein stukje rendement. Maar anders was ik zelf iets anders op vakantie gegaan. Dus uiteindelijk is dat weer om het even. Is de locatie gewoon echt doorslaggevend? En dat is ook altijd waar wij natuurlijk op letten als we ontwikkelen. En dat kan dan een samenhang zijn. Hè? Als je natuurlijk een zonlocatie hebt, heb je andere eisen dan bij een wintersportlocatie. Dan uiteraard moet er nog steeds een combinatie van prijs en kwaliteit moet uiteraard ook goed zijn. Maar de locatie blijft het belangrijkste. Ja, nee, ik begrijp het. Hoe gaat zo'n proces in het werk, Hans? Hè? Dan wordt er dus inderdaad campings omgebouwd. Nou, dat is inderdaad, dat zijn natuurlijk hele intensieve processen waar je normaal als belegger kom je pas eigenlijk daarmee in aanraking als dat proces eigenlijk al het einde nadert, als het al tot de oplevering komt. Maar hoe begint dat eigenlijk als er zo'n inderdaad dus een grond of een camping te koop aangeboden wordt? Wat gebeurt er dan voordat er dan uiteindelijk een park herrijst? Kun je ons daar kort op meenemen? Ja, dat is natuurlijk heel anders dan inbouw. Ja, daar zit nogal een verschil in. Zoals Bastiaan al zegt, kijk, het mooiste zijn natuurlijk de AAA-locaties. Maar die zijn beperkt en op dit moment eigenlijk ook nauwelijks nog vindbaar. Dus wat je gaat doen is, je houdt wel de markt in de gaten, je krijgt er genoeg. En er zijn aardig wat campings en oude vakantieparken die nogal achteruit zijn gegaan. Onder andere door corona, want er werd ook niet meer in geïnvesteerd. Dus die parken die lopen meer en meer achteruit, maar hadden wel het voordeel dat ze op een geweldige locatie liggen. Dus als dat soort locaties te koop worden aangeboden in de markt, en dat is toch vaak een hearsay iets, van joh, er is daar iets en men wil graag. Want op het moment dat het algemeen bekend wordt, dan verliezen die parken toch heel snel hun waarde. Dus het is wel van ja, hoe komt het bij je? En wat wil de eigenaar daarvoor hebben? Je merkt wel dat ze toch vaak een rekensommetje zelf al maken, waarbij ze zeggen, ja, maar als het ontwikkeld is dadelijk, dan zou er wel eens zoveel aan winst kunnen zijn. En ze zijn nogal eens geneigd om de winst die ze aan het eind zouden kunnen zien, nogal eens aan de vraagprijs eraan te plakken. En dat wordt dan de nieuwe vraagprijs. Ja, dan is het een kwestie van onderhandelen. Daar is Bastiaan trouwens erg goed in, heb ik wel gemerkt.
En die kan ook heel snel doorrekenen van, is dit dan aan het eind haalbaar? Oftewel, alle kosten voor de ontwikkeling die erbij komen, het slopen, deels slopen. Ja, en het proces, dat is ook eigenlijk hetgeen, want als dat er eenmaal is, en je hebt een voorlopige koopovereenkomst, of in ieder geval een intentie getekend in een LOI of welke vorm dan ook, dan moet je nog gaan kijken, zijn die ideeën die we hebben voor de ontwikkeling überhaupt haalbaar? Wil de gemeente meewerken? Wil de provincie meewerken? In Duitsland heb je daar natuurlijk de evenknietjes die we in Nederland hebben. In Duitsland net zo sterk. En dan is het wel de kunst om te kijken van, is het park überhaupt haalbaar? Maar op het moment dat het interessant zal worden voor de beleggers, dan heb je eigenlijk die stappen allemaal al doorlopen. En dat is eigenlijk het punt waarop dan gegeven wordt van oké, we weten wat we mogen bouwen, we weten hoe het eruit ziet, we weten binnen welke grenzen we iets kunnen. Dan ga je ook kijken naar het ontwerp zelf, welke huisjes gaan we hier dan neerzetten, CQ, wat wordt dan de prijs van de woningen. Want die hebben natuurlijk direct te maken met de aanschafprijs, de ontwikkelkosten, et cetera, et cetera. Kan Bastiaan ook zeker over nog meer over vertellen. En dan pas komen als je tenminste gaat voor het uitponden, voor de individuele beleggers, die komen op dat moment pas eigenlijk aan tafel. En dat is ook de reden waarom je van tevoren daar heel weinig van hoort. Want als dat traject nog niet afgerond is, kan ook de verkoop nog niet starten en de brochure is nog niet open en de brochure moet je ook een prijs opnemen. En op dat is pas eigenlijk het punt wanneer het naar voren gebracht gaat worden. En dat zie je dan ook bij, niet alleen bij Upland Parks, maar ook bij Europarks, Centerparks, noem ze allemaal maar op. Dat is pas het moment waarop de informatie gespreid gaat worden binnen bepaalde kanalen. Oké, en hoe werkt dat dan vanaf dat moment, Bastiaan? Dan is een park zo goed als gereed. Wat gebeurt er dan? Ja, misschien nog even een kleine aanvulling op wat Hans net zei. We kennen natuurlijk vanuit Nederland heel erg dat de campings worden opgekocht, zeg maar. Vaak ook omdat de campings op een goede locatie liggen. Duitsland, even als Duitsland voorbeeld nemen, maar Oostenrijk had datzelfde voor. Het zijn ook allebei twee vrij grote campinglanden, om zo maar te zeggen. Alleen qua bestemming technisch zit dat toch echt anders in elkaar, waardoor er ook maar een heel klein deel van de campings in Duitsland bijvoorbeeld en ook Oostenrijk geschikt zijn om te bouwen naar recreatie vastgoed, zeg maar. Dat heeft ook als reden waarom je in Duitsland eigenlijk veel wat kleinere parken ziet op kleinere percelen. Omdat die transformatie van de campingplaats naar een huisjespark, zeg maar, heel moeizaam is. Dus dat nog heel even daarop aanvullend. Als je kijkt, wat Hans net al een beetje beschreef, je hebt vaak een bestemmingsplanwijziging nodig, het vergunningstraject. Wij zeggen altijd op het moment dat je een geschikt perceel op het oog hebt totdat je het ontwikkeld hebt en dat het wordt opgeleverd aan de eindbelegger, zeg maar, zit een tijdspanne van tussen de 3 en 6 jaar. De ene keer ligt het al wat verder op koers, zeg maar, als we het overnemen of als we het kopen. De andere keer begin je helemaal vanaf nul, zeg maar. Maar 3 tot 6 jaar moet je rekening mee houden. Kijken wij in ieder geval, omdat we ook zelf de exploitatie doen. Dus wij ontwikkelen niet alleen, maar wij verhuren daarna ook. Dat zijn vaak al langdurige huurcontracten van 10 of 15 jaar. Dus kijken we ook, zeg maar, als ontwikkelaar al heel erg naar wat wil de gast straks? Wat wil de belegger straks? Uiteindelijk wil de belegger natuurlijk een goed rendement hebben. Hoe red je dat? Of hoe ga je dat maken? Nou, dat kan alleen als de gast tevreden is en dat je een goede bezetting in combinatie met een goede prijs hebt. Dus tijdens dat proces en dat je het park aan het ontwikkelen bent, heb je dat eigenlijk al continu in je achterhoofd zitten. En ga je op zoek naar de USP's van de locatie eigenlijk. Hè? Dus waarom gaat de gast naar deze locatie straks? Want ja, op elke locatie kun je een mooi huis bouwen. Dat is geen probleem. Maar ja, uiteindelijk wil de gast ook wat te doen hebben in de omgeving. Op het park zelf. Ligt het park minder in de natuur? Ligt het wat meer bij een grote stad in de buurt? Nou, dat zijn allemaal eigenschappen, zeg maar, waar je uiteindelijk ontwikkeling ook weer op afstemt, zeg maar. Wij zien in de laatste tijd heel erg dat het bijvoorbeeld voor de gast heel belangrijk is dat hij wat meer luxe heeft dan thuis. Dus op het moment dat ze op vakantie gaan, een lang weekend of een week, zijn ze bereid om daar redelijk veel voor te betalen. Maar dan verwachten ze ook wel de luxe vanuit huis. En dan heb ik het tegenwoordig over snel internet met Netflix en de streamingdiensten, zeg maar. Maar natuurlijk ook over een open haard of een houtkachel of een pelletkachel, een sauna. Maar ook het stukje duurzaamheid komt daarin terug. Dat zien we ook steeds meer. Dus
Ja, dat begint al op het moment dat je het park oprijdt, dat je elektrische auto kan opladen, dat je geen laadstress hebt. Tot inderdaad, op het moment dat je in het huis zit, dat je niet alleen om half fossiele brandstoffen zit te stoken bijvoorbeeld. Tegelijkertijd, als je dan natuurlijk weer naar de belegger kijkt die rendement zoekt, zijn dat ook een paar belangrijke eigenschappen. Want een belegger heeft ook niks aan als een huis bijvoorbeeld zo simpel gebouwd is, om zo maar te zeggen, dat het na 10 jaar eigenlijk bij wijze van spreken vervangen moet worden. Want dan ben je natuurlijk je bouwkosten eigenlijk elk jaar flink aan het afschrijven. Nou, dan moet je nog wel een heel goed rendement maken, wil je dat nog uiteindelijk in de plus komen. Dus de bouwkwaliteit is voor een eigen belegger vaak belangrijk. Ook daarin is weer, de luxe is leuk, maar het moet ook, kijk, een jacuzzi bijvoorbeeld buiten op het terras is hartstikke leuk, maar een jacuzzi kost tussen de 5 en 8 euro aan stroomkosten per dag. En dan hebben we het nog niet over de schoonmaak, et cetera. Dat zijn allemaal afwegingen die natuurlijk voor zijn eindbelegger op dat moment ook al maakt. Dat zit ook in het onderhoud van het huis. Duurzame materialen, maar die ook dan wel al zo voorbehandeld zijn dat je niet elke 2 jaar het complete huis bijvoorbeeld hoeft te schilderen of alle kozijnen hoeft te schilderen. Dat zijn dingen waar je in het traject eigenlijk al op let, met oog voor de gast en de belegger. Okay, en de huizen die jullie plaatsen, zijn dat modulaire woningen? Zijn dat woningen die je ook nog kunt aanpassen tussentijds? Of zijn dat ook woningen waar minder verlieden ook in kunnen, of waar ook gebruik van kunnen maken? Of zijn dat echt vaststaande woningen die ter plekke gebouwd worden? Nee, vaak een combinatie. Ook dat is weer afhankelijk van de locatie. Sowieso natuurlijk ook wat er qua bouw of überhaupt toch mag gebouwd worden volgens de bouwvergunning en bestemmingsplan. Maar veel zie je inderdaad dat het combinatie is tussen modulaire bouw en traditionele bouw. Ook dat gaat eigenlijk heel breed. We hebben net een park opgelezen waar we bijvoorbeeld ook wintervaste safari tenten hebben. Klinkt een beetje tegenstrijdig, maar die kun je ook in de winter gebruiken. Daar tegenover staan weer villa's voor 12 personen met een luxe keuken erin, een grote sauna. Het gaat er vast vandaag dat heel erg om de belevenis. Oké, wat interessant. En is er dan nog een heel groot verschil in de keuze die daarvoor gemaakt wordt? Hè? Natuurlijk heeft dat met wet en regelgeving te maken. Maar is er per land in Portugal en dergelijke, is er dan een andere vraag naar woningen dan bijvoorbeeld in Duitsland? Ja, qua bouwstijl zeker. Duitsland, waar wij bijvoorbeeld hier zitten, en Oostenrijk is dan vergelijkbaar. Dat is toch wat meer het heuvelgebied, zeg maar. Dus daar en moet je wat meer denken aan het traditionele Oostenrijkse salairstelsel, zeg maar. Terwijl Portugal bijvoorbeeld weer wat moderner is. Dat ligt in een nieuwbouwgebied aan de kust, zeg maar. Hoef je natuurlijk geen mooie Oostenrijkse boerderijen neer te gaan zetten. Nee, snap ik. Nou, fantastisch. En ook dan staat zo'n park. Dan is eigenlijk de woningen zijn gereed. Dan is er dus eigenlijk van alles, neem ik aan, ook daar in de omgeving. Hè? Er is wat voor de kinderen te doen en je kunt er een pizza halen, neem ik aan. En dan, hoe komen de beleggers nou dan met jullie in aanraking, zodat ze hier ook gebruik van kunnen maken? Ja, dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. We hebben sowieso gelukkig al een hele groep beleggers die bij meerdere projecten bij ons inmiddels ingestapt zijn. Die ook al ervaring met ons hebben en ook weten dat op het moment dat wij een bepaald rendement in het vooruitzicht stellen, dat dat ook haalbaar is. Natuurlijk uitzondering dagen laatst ook met corona. Maar dat het ook realistische berekeningen zijn. Verder adverteren we op de normale manier. We hebben samenwerking met lokale makelaars, met landelijke makelaars. Dus dat wordt eigenlijk heel breed in de markt gezet. Oké, interessant. En is het dan ook, gaat het dan echt om beleggers en investeerders die dan echt meerdere woningen tegelijk afnemen? Is het dan een portefeuille die ze dan dus ook over verschillende parken dan met elkaar verzamelen om hun eigen portefeuille te vullen? Of zijn het dan echt puur sec particuliere beleggers die dan 1 woning afnemen of misschien 2? Nee, is ook weer verschillend. Daar kun je echt 2 groepen in onderscheiden. We hebben zeg maar de emotiekoper, om het zo maar te zeggen. Die komt echt op het park kijken en die overlegt dat met de familie, met het gezin. Die zien het ook wel echt als een belegging. Dus het rendement is wel belangrijk. Maar de emotionele binding die ze ermee hebben, vinden ze ook heel belangrijk.
Daartegenover staat heel veel de andere groep die we hebben, zeg maar, dat zijn echt gewoon de beleggers die daar hun portefeuille ermee uitbreiden, die een stukje risicospreiding willen, die vaak al een beleggingspand in Nederland bijvoorbeeld hebben, woningbouw eventueel in de portefeuille hebben en die ja, van een stukje risicospreiding eventueel dan naar recreatievastgoed kijken. Dat zijn in het algemeen ook kopers, beleggers die ook überhaupt niet op locatie komen kijken. Die ook daarna misschien nog eens een keer 1 of 2 keer zelf in het object gaan, maar die zien we daarna ook niet meer terug. In de zin, hè, als gast, om zo maar te zeggen. Uiteraard wel wat geluk als belegger. Ja, ik begrijp het. Ja, maakt het wel interessant. Oké, en dan, dan zijn dus die beleggers hebben dat gekocht. Hoe gaat het proces dan? Zorgen jullie dan ook voor het beheer en voor het onderhoud? En... Ja, wat wij altijd belangrijk vinden is dat het open en transparant is. Dus als je inderdaad naar het onderhoud kijkt, het beheer daarvan, dat stoppen we in een aparte VGE, om zo maar te zeggen, waar dan alle beleggers bij een park ook eigenaar zijn van de infrastructuur, van de straat, van de parkeerplaatsen, zodat wij daar niet nog een keer tussen zitten. Dus dat is, dan hebben we het over een stukje infra, zeg maar, waar Hans ook veel verstand van heeft. Dat wordt bij veel parken wordt dat ook bij de verkooporganisatie gehouden, omdat dat natuurlijk, ja, dan vaak dat ook punt nog een stukje extra winst in de jaren, toekomstige jaren kan opleveren. En dan zit er bijvoorbeeld tussen de energieprijs zit nog een opslag. Nou, daarvan wijst dat doen we niet. Dat wordt bij ons echt in een stukje apart beheer weggezet, waar de eigenaar van zo'n park dan ook het zeggenschap over hebben. Dat geldt dan eigenlijk ook voor het onderhoud. Hè. Dus er wordt een meerjaren onderhoudsplan gemaakt, wat met de eigenaar afgestemd wordt. Wij zorgen dan wel voor de uitvoering ervan, voor de controle ervan. Maar je hebt eigenlijk als eigenaar dus altijd de invloed op je eigen vastgoed. En hoeft dat niet bij een externe organisatie achter te laten waar je geen idee hebt wat er precies met de kosten gedaan wordt. Dan hebben we natuurlijk aan de andere kant hebben de verhuuropbrengsten. Nou, die zijn minstens net zo belangrijk en dan wel belangrijker nog. Wij zorgen ook voor de complete afwikkeling van de aankomst van de gasten, zeg maar, het verblijf van de gasten. Zodat je daar als eigenaar ook geen omkijken naar hebt. Dat zien we ook overigens dat voor sommige mensen ook een reden is om bijvoorbeeld niet bij ons op het park te komen. Omdat ze zeggen, ik vind dat juist leuk om zelf te doen. Ik zet zelf op Airbnb of op Booking.com of op, noem ze maar op. En ik vind het leuk om dat zelf te doen. Nou, dan heb je vaak wel het probleem met afstand. Maar dat is niet zozeer onze doelgroep. Onze doelgroep is echt de belegger die eigenlijk daar wil ontzorgd worden. Die gewoon zegt, hier heb je mijn vastgoed. Verhuur het voor me, regel het voor me. En ik krijg graag aan het eind van het kwartaal, elk kwartaal, een stukje rendement uitgekeerd. Wij zorgen ook dat er belastingaangiftes gedaan worden. Want dat loopt natuurlijk ook allemaal iets anders dan in Nederland. Dus op zo'n manier word je dan ook zorgeloos... En zorgen jullie dan ook voor de eventuele financiering als daar aan bijgedragen wordt? Ja, dat was natuurlijk de afgelopen jaren met de hele lage rente was dat buitengewoon interessant. Veel mensen maakten dan ook gebruik van de hefboomfunctie, zeg maar, met de financiering. Een aantal mensen hebben dan ook in plaats van 1-2 huizen gekocht die ze dan voor 50% elk financierden. Dat doen we in het algemeen met lokale banken, omdat die de locatie ook het best kennen. En dan was bij ons ook altijd de financiering van 70-80% van de aanschafprijs als mogelijk. Dus de belegger moest dan wel een stukje zelf eigen kapitaal meenemen. Maar daar zagen we ook de afgelopen jaren uit dat de vastgoedbelegging in het algemeen tussen de 50-70% financierde. Oké, begrijp het. En Hans, hoe zit het met zo'n omgeving op zo'n park? Hoe wordt daar invulling aan gegeven? Ja, dat is ook heel erg afhankelijk natuurlijk van de eigenaar. Die moet tenslotte ook ergens een post hebben voor de invulling. Die kan erg variabel zijn. Het laatste park waar we nu op dit moment aan het afronden zijn, voor Bastiaan bijvoorbeeld, is Vosmekke in Nieresveld bij Winterberg. Daar was vanaf dag 1 eigenlijk al duidelijk van wij willen dat dit een heel erg groen park wordt. De woningen moeten in het groen staan. En niet, er moet een beetje groen om de woning heen. Dat is, mag ik wel zeggen, ontzettend goed gelukt. Ook daar de juiste experts bij halen en te zien van joh, wat is er? En wat kunnen wij er nog meer van maken om het park zo snel mogelijk ook groen te hebben? Want dat betekent ook dat het met name in de
zomermaanden, dus niet zijn de wintermaanden waarin alles leuk wit is, maar ook nog wel een deel groen, afhankelijk van hetgene van wat er aan bestaand groen is en wat willen we nieuw hebben. Ja, ik moet zeggen dat zeker Niedersveld Vosmecke is een fantastisch mooi park geworden, waarbij eigenlijk tijdens de aanlegfase, toen wij nog aan het aanleggen waren, toen werd het park, liet zich al zien wat de potentie was aan groen. En dat is daar een ontzettend mooi park geworden. Ja, dat is alleen maar natuurlijk een meerwaarde, omdat mensen als ze daar komen, niet alleen maar de woningen zien en de weggetjes en de parkeerplekken, maar ook heel veel groen, dus een hele andere beleving krijgen. Winterberg, die omgeving is natuurlijk heel erg geënt op het skiën, maar op het moment dat het seizoen omgaat, 1 april, gaat het allemaal om in ene keer naar wandelen, mountainbiken, en ja, dan wil je in de natuur zitten. Dus ja, hoe belangrijk is, vindt de eigenaar het, hoe zijn park eruit ziet? Ja, uiteraard. Nee, dat begrijp ik. En dat heeft natuurlijk ook dat is natuurlijk ook een meerwaarde inderdaad voor de belegger en voor de gebruikers, voor de stakeholders. Ja. Worden er in de parken waar jullie mee werken, wordt daar ook, volgens mij mag het ook helemaal niet, maar ik wil toch vragen, wordt er ook permanent gewoond of gebeurt dat gewoon helemaal niet? Ja, ik kan me ook voorstellen als het zo leuk is en zo mooi dat je niet meer weg wil. Gebeurt dat ook? Ja, dus bij ons overigens niet, omdat wij hem echt insteken op het stukje rendement. Nou, dan wil je natuurlijk geen vaste woning tussen hebben, want dat drukt natuurlijk het rendement plus. Je zit ook met verschillende belangen zit je op zo'n park. Er zijn natuurlijk uiteraard vakantieparken waar dat wel volop gebeurt. En waar ook zeker wat voor te zeggen is, omdat ze dan vaak ook tegen de rand van een dorp of van de stad liggen. Tegenwoordig zijn de woonwijken natuurlijk bij de steden ook steeds verder uitgebreid, waardoor die mix ook steeds meer komt. En dat is natuurlijk ook waar de politiek nu steeds meer over praat, gezien het tekort aan huisvesting. Of dat in plaats van alleen maar misschien gedogen, ook naar een structurele oplossing zou kunnen worden gewerkt. Ja, maar is in Duitsland de woningnood net zo urgent als in Nederland? Kun je wel vergelijken. De markt in Nederland en Duitsland ontloopt zich op dat vlak niet zo heel erg. Ook Duitsland is natuurlijk een groot land. Heeft op zich ook nog veel groen. Alleen ja, dat is net zoals in Nederland ook veelal beschermd. Waardoor daar ook geen woningbouw mogelijk is. En wat we natuurlijk ook zien is dat mensen wel graag in gebieden willen wonen waar ook voldoende voorzieningen zijn. Waardoor het, even op het land wat je kan vergelijken met bij wijze van spreken Limburg of Groningen, minder interessant is voor de bewoners om zelf te wonen. Ja, nee, ik begrijp het. Wat verwachten jullie dat er de komende jaren, de vastgoedmarkt is natuurlijk ontzettend in ontwikkeling. Politiek is overal nogal onduidelijk wat er gaat gebeuren. Wat verwachten jullie wat de effecten daar zullen zijn op de recreatiemarkt? Ja, ik denk als je ook die moet je natuurlijk weer van twee kanten insteken eigenlijk. Hè? Want als je het over het rendement hebt, dan ben je natuurlijk afhankelijk van de gasten. Nou, wij verwachten daar niet een hele grote verschuiving zal zitten. Dat hebben we natuurlijk wel met corona gezien, waardoor deels de vakantie uitgesteld werden in de eerste twee jaar. Eigenlijk de bezettingen veel hoger waren, omdat iedereen zijn doorgeschoven vakantie wilde inhalen, zeg maar. Nou, dat is nu weer genormaliseerd. Dus ik verwacht vanuit de gastenkant niet een hele grote verschuiving. Wat je daar, ja, ik zei net al even, de duurzaamheid en de luxe wel terug zien komen. Dus dat mijn verwachting is wel dat zeg maar, de verouderde parken die geen capaciteit hebben om te investeren in verandering, in modernisering, dat die het lastiger zullen gaan krijgen. Maar als je kijkt op politiek gebied, op financieel gebied, hebben we natuurlijk een uitdagende tijd momenteel. Aan de andere kant zijn wij van overtuigd dat op het moment dat je de echt goede locatie, de A-locaties kan blijven aanbieden, dat het hoogstens voor de C-locaties wellicht wat lastiger wordt om een project om te zetten. Maar ja, zolang je de goede locaties hebt, zien wij daar geen grote probleem. Oké, nou we zijn heel benieuwd. Nou, we gaan natuurlijk in 2024 samen een webinar opnemen om de sector ook nog verder mee te nemen op alle vragen die er gesteld zullen worden. Of eigenlijk de vragen alvast invulling te geven met elkaar.
door daarover in gesprek te gaan. We gaan dat ook opnemen. Dus mochten degene die daar interesse in hebben dat niet kunnen zien, dan is dat dadelijk ook te volgen op onze Academy, zodat we dat ook daar ter beschikking zullen stellen. Wat zouden jullie de kijkers nog mee willen geven op het gebied van recreatief vastgoed? Omdat er eigenlijk, ik heb het nagevraagd aan een hoop beleggers, ook vanmorgen nog weer, maar het is toch voor de meesten heel erg onduidelijk hoe het precies zit, of je daarin kunt beleggen, wat de rendementprognoses zijn, of dat inderdaad ook voor iedereen toegankelijk is, hoe het zit met de financieringen. Wat zouden jullie nog de kijkers of de luisteraars mee willen geven in dat kader daarover? Ik denk dat je moet het in principe ook echt, als je het als belegging koopt, dus wat minder vanuit de emotionele kant, maar puur de belegging, rendementtechnisch, moet je het ook gewoon benaderen als normaal commercieel vastgoed, om zo maar te zeggen. Dus het gaat om locatie, het gaat om de energiekosten, het gaat om onderhoudskosten. En dan moet je niet laten verleiden door een hele mooie keuken die er bij wijze van spreken in zit, of dat open haartje wat in de hoek staat. Maar dan moet je gewoon echt kijken hoe ziet het eruit op lange termijn en hoe ziet mijn plaatje dan eruit. Dat is denk ik een heel belangrijk punt. Dan heb je natuurlijk verschillende keuzes. Wat je net al zei, je hebt natuurlijk belastingtechnisch heb je een aantal bijzonderheden, zeg maar. Althans, is het vaak voor veel mensen een nieuwe markt. Financieel, qua financiering is het een andere markt. Ja, en dan is het belangrijk dat je een betrouwbare ontwikkelaar hebt, een betrouwbare partij, verkopende partij, die je ook gewoon meeneemt in dat traject. En je ook uitlegt wat de valkuilen zijn, want uiteraard, als het te mooi is om waar te zijn, is dat het vaak ook. En dat geldt bij ons in de recreatiebranche ook net zo. En dus de gouden bergen, die zijn misschien voor 1-2 jaar leuk, maar daarna zit je met de gebakken peren, om zo maar te zeggen. Kijk er vooral ook heel reëel naar en maak voor jezelf ook de afweging. En ja, wat ik zei, het stukje eigen gebruiken, de emotie erbij is mooi. Maar als je het puur als belegging ziet, als een pensioenbelegging of iets dergelijks, moet je die proberen uit te schakelen. Ja, nee, ik snap het. Ik heb toch nog één vraag. Zijn er ook fondsen, vastgoedfondsen, waar recreatieparken in worden meegenomen? Of is dat voor jullie nog een idee om daar iets in op te zetten? Ja, wij zijn dat op dit moment inderdaad aan het uitzoeken. Omdat we zien dat, de investering van recreatievastgoed, de prijzen beginnen in het algemeen bij 250.000 euro en lopen tot 750.000, zeg maar, in de beleggingssfeer. Als je natuurlijk voor jezelf op emotie koopt, dan kun je het zo gek maken als je wil. En dat was natuurlijk met een stukje financiering de afgelopen jaren kon je al met relatief weinig eigen kapitaal kon je instappen. Nou, dat is momenteel wat lastiger geworden of wat minder interessant geworden. Dus wij zijn inderdaad ook aan het kijken. Ik zie dat ook bij meerdere collega's al dat er een fonds wordt opgezet waar je in kan stappen vanaf een lager bedrag. Dat je wel het rendement hebt. Wellicht ook nog een stukje eigen gebruik hebt afhankelijk van wat je investeert. Zie je dat vaak terug. Ook die fondsstructuur zie je nu iets meer terugkomen. Oké, interessant. Nou, dat is ook zeker heel waardevol. Ik sluit me daarbij aan. Ik zie dat ook inderdaad meer terugkomen. Maar ik heb voor recreatievastgoed nog niet gezien. Dus daar kijken we naar uit. Nou, dan hebben wij voor vandaag eigenlijk in heel korte tijd heel veel informatie met elkaar gedeeld. Daar wil ik jullie heel hartelijk voor bedanken. Wij kijken er naar uit om samen het webinar te gaan doen. En dan wens ik jullie in ieder geval natuurlijk nog een fijne avond. Heel erg dankjewel, Bastiaan. Dankjewel, Hans. En ik ga jullie op de hoogte brengen wanneer dit gepubliceerd wordt. Heel graag tot dan. Dankjewel, Claudia. Dankjewel.